Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlies en ik ga laten zien welke boodschap ik allemaal heb gehaald om mijn gezin een hele week te kunnen voeden, eten geven. Meestal haal ik mijn boodschap bij de Lidl, maar deze week is anders dan anders. Heb ik het besteld via het Jumbo Pick Up Point. En dat is omdat wij, morgen is het zaterdag, dus dan gaan wij naar mijn moeder toe. En dat is niet zo heel handig om boodschappen te doen. Sowieso niet met twee kleine kinderen, dus ik dacht dan doe ik het gewoon een avond ervoor bestellen, dan kan ik het ophalen en dan heb ik het ook allemaal in huis voor een hele week. Dus nu met een klein beetje andere ingrediënten kunnen we andere dingen proberen en producten bestellen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vindt. Als je Instagram video dan heb je omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Mocht je het willen teruglezen, dan schrijf ik het weer onder in mijn blog allemaal uit wat wij per dag gaan eten en welke receptjes en dat soort dingen ik heb gevonden daarvoor. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Het valt eigenlijk best wel mee, zoals je ziet, en het was ook niet zo heel veel. Ik geloof dat dit voor €84,19 was. Als dat anders is, dan plop ik het even in het scherm. Dus om te beginnen hebben we pizza's, want dat was niet alleen in de aanbieding. Maar Pascal gaat ook niet mee naar mijn moeder. Zie je, het was €3 voor €5. Pascal gaat morgenavond niet mee naar mijn moeder, dus die kan dan salami eten of een pizza. Nou, die kan in ieder geval een pizza voor zichzelf in de oven doen. Lekker makkelijk, simpel. Vindt hij ook heel erg lekker en fijn. Omdat we het eigenlijk ook nooit niet echt eten. Gewoon zomaar als in het geval we eten vanavond pizza. Dus ja, ik heb gelijk van de aanbieding gebruik gemaakt en er 3 ingeslagen. Ik kan gewoon de vriezer pakken natuurlijk. Dan eten we, vrijdag eten we spaghetti op request van Fleur. En ik heb nog gehakt in de vriezer liggen, dus spaghetti en saus en Italiaanse groenten en geroosterde kaas. Komen vrijdag gaan we mee rond. Dan eten we zaterdag altijd friet. Dus dat is natuurlijk gewoon heel simpel, want daar heb ik nog genoeg van in de vriezer liggen. En ik heb vorige week, of de week daarvoor al, heb ik een heleboel dingen gehaald in verband met het feestje van Mees. Dus dat hebben we allemaal genoeg voorraad liggen. Dan eten we zondag waarschijnlijk de slavink die nog in mijn vriezer ligt. Met de aardappelschijfjes en de dopertjes worteltjes. Dus daar komen we dan ook allemaal nog mee toe. En dan eten we nog een keertje shawarma. En ik denk dat dat op maandag is, want dan komt Brooke van zwemles af. Dus ik kan lekker shawarma eten met knoflooksaus. Ik heb ook nog een hele krop met sla die nog goed is. Dus dat komt dan ook wel goed. Dan eten we ook een keertje hamburgertjes met broccoli en aardappelkroketjes. Helemaal lekker. En een keertje risotto. En ik heb nog garnalen. Dus ik denk dat het niet zo gereisd is of met vegetarische kipstukjes. En garnalen of allebei. En er zitten wat dopertjes bij en wat courgette. En ik denk dat ik nog een paprikaatje heb liggen. Dus als die zo lang goed blijft, dan kan het ook mee. En ik heb dus eigenlijk meer voor vandaag nog. Dus eigenlijk wordt deze niet bij de aankomende week. Gehaktballen met bloemkool met een kaassausje. Maar ik heb mijn laatste aardappels van het weekend opgemaakt. En Pascal is vandaag later. Dus die kan niet de aardappels komen brengen uit de schuur. Dus ik heb ze even snel gehaald. En ik ga het ook niet helemaal schillen dan. Als er toch geld moet uitgeven, kan ik beter zulke aardappels kopen als een hele zak. Maar ja, die hele zak die is een beetje zonde van mijn geld eigenlijk. Dus die dan eventjes. Deze zag ik ook. Nee, die zag ik niet. Die kwam ik bij het browser tegen. En ik zou er nog meer mee nemen. Ik is een keer wat anders als water of siroop bij het ontbijt. Ik probeer die kinderen aan de thee te krijgen, want dat willen ze nog niet echt. Dus misschien dat sinaasappelsap werkt. En ik had het gesprek met mijn ex van met de vader van de kinderen. Dat Brooke heel erg graag crucie wil eten, maar iedere keer als ik het voorzet, eet ze het niet op. Maar hij gebruikt dus vanillejoghurt. En dus ik gebruik gewoon yoghurt, dus dat vindt ze natuurlijk minder lekker. Dus we gaan proberen even als ze met vanillejoghurt wil opeten. Ik heb voor mezelf ook de Lindals vark meegenomen. Die vind ik heel erg lekker. Ik vond niet de kleine dingetjes. Misschien had ik het anders moeten inzoeken of zo. Maar deze kan ik tegen bij de yoghurtjes. Dus helemaal lekker. Komkommertjes, 2 stuks voor bij de hummus, bij mijn salade, bij de broodjes met knoflook. Gewoon zomaar erbij. Helemaal lekker. Kind vindt ook heel erg lekker in hun broodtrommeltjes. Deze waren ook 2 halen. 2,5 prijs of zo. Dat is ook wel lekker. Gewoon eens een keer wat anders op je boterham. De jam was op. Deze die had ik vorige week. En bij de Albert Heijn, die waren super lekker. Wat moest ik daar nog halen? Weet ik eigenlijk niet meer. Iets simpels. En toen zag ik deze, die ga ik ook eens proberen. Super licht, maar ze vullen wel. Je hebt 23 calorieën per wafel. Maar ze vullen echt super. En ik vind ze heel erg lekker, inderdaad. Met een beetje jam of met een saladetje dingetje. Of met hummus met kipfilet en komkommer en zo. Deze heb ik ook nog eens een keertje gehaald. Ik dacht, oh ja, die hebben ze niet bij de Lidl of zo. Vind ik ook lekker. Met hummus, met komkommer, met tomaatje. Met, nou ja, hè. Ik zou er zelfs een beetje van de overbleven courgette en wortel en dopertjes bij kunnen doen. Met een klein beetje hummus of
sla of iets. Dus dat heb ik hem ook wel crackertjes weer aangevuld. Want ik heb best wel veel crackers gegeten. Ik hou echt niet van brood. Maar dit soort dingetjes allemaal wel. Crackertjes en wafels. Dus dat is helemaal leuk. Dus ook gelijk weer de hummus aangevuld. Ik heb de kikkererwten met zongedroogde tomaat. En de basis, dus alleen de kikkererwtenpasta. En dan twee bokjes kipfilet, want dat is 2,50. En dan ook gelijk de boterhamworst. En het smeerkaas, ook die was 2 voor nog wat. Dus heb ik er gelijk 2 van ingeslagen. Dus we hebben ook weer genoeg dingen die we op onze boterham kunnen doen. Ik heb een extra doos met tomaatjes. Ik heb wat extra crystal clear. Ik heb weer van die kaak, want die blijkt dus iedereen heel erg lekker te vinden. Dus die heb ik dan gelijk even meegenomen. Appeltjes, banaantjes en 3 halen. 4,50 euro voor druiven. En het ongezonde eigenlijk. Nou ja, er zitten we misschien wel meer ongezond tussen, zoals de pizza. En de spritsen en de mini roze koeken. Voor in de koektrommel, snackje, noem het maar op. Ik heb dus niet mijn standaard chocolade croissantjes, chocolade broodjes, dat soort dingetjes. Ik heb eigenlijk ook geen gewoon brood gekocht, daar hebben we nog genoeg in de vriezer liggen. Maar ik denk wel dat we hier een hele week mee gaan toekomen. Dus we zien maar weer dat het wel eens handig is om eens een keer naar een andere winkel te gaan. En weer andere producten te kunnen proberen. En eens denk ik, oh ja, dat was heel erg lekker of leuk. Of dat is weer lang geleden. En ik vind het wel lastig, zeker als je het pick-up point doet, dat je dan even goed moet zoeken van, oh ja, wat hebben ze dan nog meer? Dus ik ben eigenlijk gewoon alle lijstjes gewoon een beetje afgegaan. Omdat je dan niet echt langs de schappen kan lopen. Dus ja, dat een beetje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zoals het was van deze video. Duimpje omhoog. Vergeet te abonneren op mijn kanaal, want deze video post dus iedere vrijdag. Mocht je alle receptjes en dingetjes willen teruglezen, zet ik die ook op mijn blog. En die link ik dan hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!